oud horecabedrijf overgenomen door twee broers. Sinds deze week heeft het oude eetcafé De Nieuwe Ruis in Lieren twee nieuwe eigenaren. Het familiebedrijf is overgenomen door twee Apeldoornse broers en is het wederom een familiebedrijf geworden. Familie op familie zou ik bijna kunnen zeggen. Was dat bewust? Nee, niet bewust. Maar een tijd geleden hadden we het erover om samen een zaak te beginnen. En deze unieke kans kwam eigenlijk voorbij dat we een 100-jarige oude zaak mochten overnemen. En toevallig was dat een familiebedrijf. Ja, twee broers die samen gaan werken in één bedrijf. Is dat nieuw voor jullie of hebben jullie dat al eerder gedaan? Ik ken mijn broer natuurlijk door en door en vice versa. We houden elkaar goed in de balans. We hebben hele zeer duidelijke afspraken gemaakt. En wij zien alleen maar een win-win situatie doordat wij samen iets mogen opbouwen. Sander en David Mamme realiseren zich dat zij in een heel oud horecapand terecht zijn gekomen. In 1913 verrees dit pand als Café de Rustende Jager. Later werd het een restaurantcafé met de naam Ruis. En de laatste 20 jaar was het Eetcafé De Nieuwe Ruis. De broers houden die naam niet helemaal aan, want het heet nu Bij Ruis. Wij vonden dat het passend is dat we de Ruis al 100 jaar bekend wouden behouden. En wij vinden Bij Ruis eigenlijk de moderne naam. Dus als je hier komt lunchen bij Ruis, feesten en partijen bij Ruis, dineren bij Ruis, borrelen bij Ruis. Je kan niet zo gek verdenken. Eigenlijk de naam past dan klinkend bij wat je graag zoekt. De coronacrisis heeft de broers niet weerhouden om samen een horecabedrijf over te nemen. We hebben een hele fijne overdracht gehad van de vorige eigenaren. Dus we wisten waar we aan begonnen, maar het biedt ook kansen. We kunnen onze kaarten goed invoeren. Onze mensen zijn relatief nieuw. We hebben twee mensen overgenomen van het bestaande horecapersoneel die hier al 14 jaar werken. Wij denken dat het kansen biedt en dat wij langzaam kunnen groeien in het bedrijf. En zien eigenlijk de toekomst heel erg zonnig tegemoet. Niet alleen de menukaart is anders, ook de indeling is aangepast. We hebben een kinderhoek, dat is wel grappig, familiebedrijf. Mijn vader heeft een kinderhoek gemaakt. Wij vonden het toch belangrijk dat de jonge gezinnen een plekje hadden waar ze naartoe konden gaan en ongestoord ook lekker konden eten. En daarbij hebben we wat indelingen, aanpassingen gemaakt voordat we coronaproof zijn. Sander en David zijn nu wel eigenaar van Bij Ruis. Zij blijven hun oude werk er gewoon naast doen. Ja, we hebben allebei onze eigen baan. Dat doen we 4 dagen in de week. We vonden het belangrijk ook voor ons thuisfront om een bepaalde rust te creëren. En daarvoor hebben we eigenlijk een hele goede bedrijfsleider aangesteld die de dagelijkse gang van zaken voor ons beheert. Oude, maar ook nieuwe gerechten staan nu gezamenlijk op één menukaart. Maar we houden onze vaste producten zoals een biefstuk van Ruis of een tegenruis op de kaart. En daar hopen we natuurlijk onze vaste gasten mee te bekoren. Maar ook nieuwe mensen mee te werven met andere sprankelige gerechten. Bijvoorbeeld een van die gerechten is ook een risotto bitterbal bijvoorbeeld van de chef. En dagelijkse verse menus. En we hebben uiteraard de vaste seniorenmenus voor mensen die hier al voor een laag tarief willen eten, maar voor goed eten gaan. En de kok, die is alvast begonnen. Bij een kopstaartbotsing op de Arnhemse weg in Apeldoorn is een kind gewond geraakt. Het kind is met zijn verwondingen door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De kopstaartbotsing was ontstaan doordat een auto afremde om af te slaan en de achteropkomende bestuurder dat te laat doorhad. Zijn auto moest worden weggesleept.